special. Ja, nee, klopt. We zijn natuurlijk heel speciaal over hier. Eerder gezegd, Alfa Romeo 8C, de heer Steutel, Olaf Vlaasjes rijden daarmee. De Bugatti's, Jan Gijzen rijdt met een Nissan Jaguar. We zien de Veritas weer rijden. Jos Koster rijdt met een Maserati A6 motor die al heel lang in de familie is. En Alexander van der Lof rijdt in een Ferrari F1, dus ook een Formule 1 auto uit 1952. En het is natuurlijk heel mooi, hier komt Alexander van der Lof voorbij, om heel lang deze auto hier te zien. Attentie paddock, zijn er alle historische monopassers, de Formule 3, de Formule Fox, etcetera, hier naar de Opstelstraat willen komen. Attentie paddock, de historische monopassers hier naar de Opstelstraat komen, alsjeblieft. Je ziet ook de Formule 1-auto's die nou voorbij komen, die rijden even rustig hier. Ja, dat is een kanker en protectie voor de rijden. Dat is de hoogste Amerikaanse apparaat. Een zeswieler. Ja, die had er nog meer. Terrell. Williams. Ja, ook. Ja, die zeswieler, dat is een hele speciale machine. U heeft hem misschien in de paddock gezien. Indy 6 wheeler uit 1948. Ja, het is erg lastig daar aan boord. Dan kun je ook vragen waarom 6 wheeler, wat is daar voordeel van? Dat is de vraag. De vraag is alleen beantwoord. Ik is het niet. Ja, dat klopt, maar uiteindelijk dacht ze dat ze meer tractie zouden hebben met die 4 wheeler achter. Waardoor ze minder wielsteen hebben en dat ze toch beter de bochten zouden kunnen uitaccelereren. Maar in de praktijk lijkt het niet te werken. Niet meer draaien in onderdelen, maar makkelijker in de kapot. Overigens, je ziet daar ook de Elvis met de coureur met een hele felle helm, dat is Mario Heemskerk, die net voor het eerst vandaag de baan op is gekomen. Normaal gesproken actief in een van de kolonies. Nu met de helm is aan de weg. Het zou een soort cultuurshock voor hem zijn om in één keer van zo'n toch modernere kolonie in één keer in zo'n toch wat oude racewagen te komen. Maar hij gaat eens met die met een van de Bentley PH-machines rijden, wat ik weet. Maar straks gaat hij bijvoorbeeld met een jaren 60 van een vak rijden, dus uiteindelijk moet hij daar vandaag bij het hotel zijn. Maar ja, het is ook zo dat een auto weer, ja, dus die kan zich heel snel aanpassen aan een auto. Het is niet zo dat hij daar gewoon 100 ronden voor nodig heeft om een beetje te wennen aan een auto. Maar na een paar wachten hebben die jongens al heel snel in de gaten hoeveel auto er maakt is en hoeveel auto er rijdt. Daar gaat hier dus de eerste wacht in nu met de Elvis. De prachtig op leeftijd zijn de Elvis. Die hier dus over de baan schiet. World Sports Car Championship, altijd samen met Weinberg, met de Ferrari 333 SP. En daar heb ik heel goed gedaan. Nou, we gaan absoluut 6 tot 7 mensen.
het was een team dat eigenlijk totaal geen budget had. En ja, Dick is ook niet iemand die heel snel heel veel geld uit wil geven. Dit is wel een grote situatie. Dick altijd de band mee in het veld heeft gehouden met zijn voorzitter van Erwin. Dat kan ik me goed herinneren, dat zijn niet zo over tegenbij. Die hebben toch heel goede resultaten met die auto bereikt. Maar je stelt ze maar op post als ze voelen gaat, zet zeker haar opstellen alsjeblieft. Formule 4, dus even kijken of we dat redden. Wat gaan we redden met de microfoon? Ja, jong. Met de ADAC Formule 4 is een jong vrouw. Die krijgt dus normaal gesproken in de Duitse Formule 4. Dat is dus de opstapklasse na de Formule 4. En wat de vliegtuigen hebben we hier gedaan. Met een vliegtuig. En dan
jongen en een van de jongere coureurs in het veld. In Duitsland bevalt het dit seizoen. Dit seizoen maken we goede stappen voorwaarts. We zijn het veel voor aan het leren. Je hebt weinig kunnen testen, maar ik weet dat toevallig dat jullie heel laat hebben moeten kiezen voor de oude het zeven van de bierpas. Hoe zou je deze uit omschrijven? Ik probeer eigenlijk voor hen te leren en het racen met elkaar. De rest van het seizoen, hè? Wat is de rest van het seizoen?